Je staat aan. Ik sta aan. Ik sta aan. Ik ben de hele dag bezig met aanstaan. Hallo, hier is Johnny met Johnny's Joplog. Alle mensen klappen voor me. Dat heb ik nou heel graag. Maar, goeiedag. Kijk, buisluitjes, daar zijn we weer. Je ziet me even worstelen om de pakket. De pakketbezorger is net binnen weg geweest. Ze hebben het weer netjes tot op de voordeur gebracht. Houden we van. Zeker in deze tijd. Moet je even uitkijken met elkaar. En krijg. Wil je graag even iets pakken waarmee ik dit gewoon even subtiel open kan maken? Wil je niet terug de schuim? Maak mij niet uit, ik ben al klaar. Jij doet zo lang. Ja! Ik ga dus even de bouwbeen opstropen. Wat hebben wij allemaal... Heb je wel verteld dat het de maandboodschappen zijn? Oh ja, ja, ja. Dat had ik nog niet verteld. Wisten jullie dat dit de maandboodschappen zijn? Dat heb je ze gelezen. Ik kreeg het zo van achter de camera door, hoor. Dat die de maandboodschappen zijn. Wist je dat toch niet? Stond het ook hier onderin. En... Ja, Judith op budget, judithinthekitchen.com en het belletje, het delletje, het abonneren voor meer. Delen met al je familieleden. Ja. Vrienden, kennissen. Baas. Stalk ze. Zijn wij ook goed mee bezig. Waar we ook goed mee bezig zijn, dat zijn de maandboodschappen voor januari, hè, dit? Ja. Januari. Want ja, einde van de maand moet de nieuwe maand naar binnen komen. Hapkaas croissants, daar hebben we een paar pakjes van, geloof ik, hè? Ja. Ja, nu ik in het weekend weer thuis ben... De plakmachine deed niet zo goed, denk ik. Sorry? De plakmachine deed niet zo goed. Het is ook allemaal zo enorm druk. Nou, en ik moet toegeven, ja, de winkels hebben het echt druk nu. Ik zie het nu aan de achterkant. Ik kom geen voordeur van een winkel meer binnen. Maar als ik al bij een winkel mag komen, dan kom ik via de achterdeur en dan zie ik ook echt dat het druk is. Ik was gisteren bij een slager en dat was zo rond een uur of half vier. En daar liepen ze eigenlijk echt te stressen, want alles wat je maar kon bedenken was eigenlijk gewoon op. Dus die mensen die konden na een dag de shop open hebben... Hard aan het werk. Hard aan het werk om gewoon alles bij te halen. Daarvoor was ik nog bij een grotere slager, een slachterij. Die jongens die konden het werk niet verzetten. Die liepen gewoon meer dan 12 uur te draaien op dit ogenblik om alles. Dus het is echt gewoon druk in die winkels. Ja, ik wou ook gewone croissantjes, maar die waren uitgekocht. De gewone croissantjes waren uitgekocht, dus hebben we één leg er al klaar. Ik heb er nog twee in mijn handen, dat zijn drie. Vier. En vijf zakken met kaas croissantjes. In het weekend eten we altijd één dag een croissantje of iets anders lekkers. Ja, als ontbijt. Ja. Je moet jezelf kietelen, een ander doet het niet. En een zakje sperziebonen. In dit geval geen Harry Couverts, want die zijn gewoon in Nederland. Diepgevroren, schoongemaakte diepgevroren. Gebroken en wel. Altijd handig om in huis te hebben. Mocht je even geen inspiratie hebben, je doet er een handje bij en in ene kleurtje gerecht op. Bijvoorbeeld. Dat is zo. Hetzelfde effect als erwtjes. Hetzelfde effect als erwtjes. Je kan de sajoerboontjes even snel van maken met wat saté.
achtige dingen. Dat is, ja. De spersiebonenschotels, zoals van de week heb laten zien. En ik durf bijna te garanderen dat... Ik heb het even netjes terug gedaan. Ja. Maar ik durf bijna te garanderen dat... dat dit vrij wel even vers is als... ik ga even zo staan, want dan heb ik de kerstboom lekker in mijn deel. Mooi, hè? Het is een nieuwe kijk voor ons, voor de kerstboom. We hebben nog meer in de vriezer. Ook wat je lekker hebt voor de kleur. Al was het alleen maar voor de kleur. De Elvorten. We hebben ook weer even een gezellige worstenbroodje. Dit staat in mijn persoonlijke bonus, de vriesartikelen. Ik noem het even vriesartikelen, maar de broodvriesartikelen. Ja. Oh, en de worstenbroodjes zijn nu weg, hè? De worstenbroodjes. Ik had er eentje, we hadden de laatste iemand op het bedrijf. Ook uit... Ja, die waren wel erg lekker. Die waren erg lekker, hè? Geen idee waar die van ze gedaan had, maar... Het was graag op dat adresje. Ze hadden sesamzaadjes op, dat vond ik apart, maar... En ze hadden ook... Het gehakt was ook anders gekruid. Het gehakt? Dus de vulling, die was echt heel goed gekruid. Ik denk dat hij bij mijn recept ooit heeft gezien van iets anders gekruide worstbroodjes. Zou kunnen. En echt op de kleur. Echt om je gerecht op de. Sorry? Geen dat? Ja. Echt om je gerecht op de kleuren is de red, green en yellow mixed peppers. Paprika reefjes dus. Ja, paprika, is dit nieuw? Nee, dat was er al wel, maar ik had het nog nooit meegedaan. En ik denk het is wel handig om af en toe even als ik paprika nodig heb. Even wat kleuren hier. Maar zo, bij elkaar is het dan weer goedkoper dan gewoon paprika. En ja, we gaan deze maand op budget leven. Zo min mogelijk uitgeven en zoveel mogelijk eten. Zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld. Zoiets. Ik geef hem even een draai. Maar in ieder geval, ja, we gaan weer een budget challenge aan voor januari alleen. Ja, maar ik denk dat we het hele jaar volhouden. Ja, we gaan weer voor... Ja, we gaan voor die nieuwe auto, hè. We gaan voor een nieuwe auto. Dus daar moeten we wel voor sparen, hard. En we hebben het al aardig bij elkaar. Ja. Kijk, want dat is ook een budget challenge, hè. Ja, budget challenge kun je op heel veel verschillende manieren interpreteren. Ik geef deze even snel aan jou. Ja, dan ga ik je weer een budget challenge. Ondertussen heb ik even een krat gewisseld. Maar wat zit er in het kratje? Het kratje van Albert. Ja, ik wou zeggen het kratje van Atje. Maar Atje heb je alleen voor de dorst, hè? Ja. Volle melk. Die hadden jullie net al zien staan. Maar daar, deze maal 10, hè? 20. Dus 2 maal 20, dus we hebben 40. 40? Nee. 40! 10 maal 20, het zijn de 20. Het zijn de 20. Ik zat er even lekker goochelend bij. Om het te laten zien, dat kan ik. Hup. Ze geloven die 20 echt wel. Ja, mensen. En daar komen we precies uit met de yoghurt. Ja, want deze zijn weer voor de yoghurt. Ergens beneden zullen ook de... Ja, heb ik, ja. Ik geloof ook 20. Ik ga dat helemaal geloven, want het ligt echt wel door elkaar heen. De chocomel zit hier ook in en dat waren er ook een stuk of 10. 10 zullen het wel zijn, wij kennen hem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Ja, dat is logisch. Ja, want dat is precies het dozijn. En over dozijnen gesproken, eieren. Ik zet ze even aan de kant, hoor. Ik zet ze even.
eieren. 20 stuks. Ja, die waren op. Die waren op. Al even. En, ja, dat zit nou niet in een toegevoegde koopbox. Nee, heel raar. Maar aan de andere kant, een ei gaat bij ons nooit weg, hè? Nee. Je wil ze graag hebben, zeker? Ik dacht, ik zet ze gelijk even in de koelkast. Nou, dat heb je heel goed gedacht. Ik zou zeggen, aan het werk. Niks mutsen. Hoe vind je hem trouwens? Zo staat hij beter, hè? Ja. En ik weet niet waarom, maar we hebben borstensuiker. Lichte borstensuiker. Omdat hij op was? Puur omdat hij op was. Ja, en dat moet wel eens in een gerecht. Ja. En ik merk aan de... Dat is het nadeel van... Ah, gewoon een beetje doek en dan is weer los. Ja, borstensuiker is vrij hygroscopisch. Dat wil niet zeggen dat het dan gelijk stuk is, maar... Het trekt wel enorm vocht aan, borstensuiker. Wat zei je? Hygroscopisch? Ja, ik vond je heel goed bezig. Ja! Ik denk, goh, je kent een moeilijk woord. Ja, een woord waarvan je nog nooit hebt gehoord. Vocht aantrekkend, hygroscopisch. Brake fluid, de remvloeistof in je auto, waar je ook de koppelingen... Ik denk dat nu bij alle kijkers zo de mond is overvallen van... Hij kan ook Nederlands. Ja, de Krusli hebben we weer gekocht. Dit ja, die was in de bezorgbundelbonus. Bezorgbundelbonus? Ja, je hebt echt zoveel bonussen, dat is echt... ja, ik heb het... wat houdt de bezorgbundelbonus in dan? Als je een bezorgbundel hebt, dan heb je wel eens bonus. En dan heet dat... Kijk, als je geen bezorgbundel hebt, dan krijg je dit, zeg maar... Dan als je er zoveel pakkert... koopt, geloof ik, dan krijg je korting of heb je geen bezorgkosten. Maar als je al een bezorgbundel hebt, dan heb je bezorgbundelbonus. Bezorgbundelbonus, dat is net zoiets als Johnny Shoplog. Die niet, die was gewoon... Ja, want ik zit nog steeds met de vraag van kweken, of tenminste aan kweken, wat heeft het nou... Omdat veel mensen blijkbaar Krusli met chocola eten en daarom hebben ze een groot pak gedaan. Ja, maar dan... De hele familie geniet daarvan. Verkooptechnisch doe je dat dan toch andersom? Ja, dat is mijn... Ja, een family pak, dus daar kan de hele familie van eten. Ja, maar dat zei niet iedereen houdt van frambozen, maar niet iedereen houdt van chocola. Ik ken ook mensen die houden niet van chocola. Integendeel, die gruwelen daarvan. Ja, dan krijgen die van belichtjes. Voor de laatste vraag las ik ergens in een comment. Wat voor aardappelen gebruiken jullie dan? Ik hou wel van een aardappeltje. Maar we hebben hier iemand in huis die houdt daar niet van. Die maakt het ook erg niet uit wat voor aardappeltje er op het bord legt. 9 van de 10 keer... vindt ze het toch niet lekker. En kruimige vind ik gewoon vies. Kruimige vindt ze gewoon... Bah. Dat blijft in je keel hangen en dan... Je zou er nog een beetje kunnen pleasen met zoals je in Duitsland hebt zo'n... Peterseliekartoffel. Peterseliekartoffel, die wou ik zeggen, ja. Ja. En... Maar die zijn ook smakelijke aardappels. Ja, en dat zijn over het algemeen vastkopende. Want... Die blijven dan ook zo lekker glazig op je bord je aanknipogen. Kun je ook niet zo gemakkelijk pakken, prakken. Zoals, ja. Door vastkopende aardappels voor stamppot te gebruiken, heb je nog wel een stukje aardappel in je stamppot. Ja. Dus wij hebben eigenlijk standaard een vastkopende. Ja. Werkt ook in de instantpot. Wat makkelijker. Ook als je dus een snelkookpan zou hebben. Werkt dat even wat ja, gemakkelijker. Als je ze dus even wat langer door laat koken. Worden ze ook wat kruimiger. Ik ben meer kamp wat kruimige aardappel. Maar... Ik doe de boodschappen. En jullie doet de boodschappen, dus ja...
We hebben wel een tijd redelijk kruimig gehad. We hebben wel een hele tijd een wat kruimigere aardappel. We hebben heel lang, dan gingen we bij de boerboodschappen, toen hadden we Friesland. Dus die zijn die vind ik ook lekker. Ja. Die zijn niet te kruimig, maar ik vind die bij de supermarkt licht kruimig, dat vind ik toch wel best wel kruimig. Ja, want dan kon ik langs de boer en dan kon ik gewoon even een zak aardappel ophalen. Dat was aan de ene kant deden wij weer wat voor hem en hij deed dan dat soort dingen. Of ik had uien nodig en dan stond ik hier al 5 kilo uien weg te snijden. En dan... Je vindt in de bovenste zit toch iets wat je nog niet hebt laten zien, hoor. Ja, nee, dat is de tonic of ton jij. Dus denk ik, je had er ook nog aardig wat, dus ik denk dat ik voor februari geen tonic hoef te bestellen. Nee, ja, in deze tijd gaat de chocolademelk dan iets harder. Ik heb tegenwoordig wel een flesje in de auto staan. Deze heb ik deze keer nog niet aangebroken. Deze periode... Hij was bevroren. Nee, van de week was die wel een keer bevroren, ja. Maar ja, deze periode hoef je echt niet voor onderhoud bij een slagerij binnen te komen, want je wordt vriendelijk nog dringend verzocht om niet in de weg te gaan staan. En dat doe je al vrij snel met deze drukte. Zeker na alle perikelen. Van de Omicron variant. We gaan even ruimte maken. U hoorde het aan het tillen. Mijn geluid is goed. Nu de kracht nog. Heb je ook niet helemaal schat van? Nee. Oh ja. Nee. Dus ze hadden er nog maar 2, anders had ik er meer besteld. Mocht je er nog maar 2 maken? Ja. En toen was je ook precies op de 50 euro zeker? Nee, daar zat ik ver boven. Want ik had ook nog kerstboodschappen deze keer mee besteld. En die hebben de mensen al gezien. Oh ja, die hadden we net al laten zien, ja. Nou, dat was eigenlijk het vlogshopje. Shopvlogje? Ja, dat zeg ik. Het vlogshopje. Dat klinkt wel beroerd. Gelukkig ben ik dat. Mensen, als ik jullie niet meer spreek. Goed uiteinde. Fijne nieuwjaar. En denk eraan, hè. Wees lief voor elkaar.